Goedenacht luisteraars, ik ben blij dat jullie er zijn, dat ik de zondag met jullie begin. En vandaag samen met een gast die 10 jaar voorzitter van de Natuurmonumenten was. 4 jaar was hij minister van Vroom. Hij was lange tijd medefirmant van organisatiebureau McKinsey. En wat mij betreft is hij ook een loper geweest, verdienstelijke loper en beslist geen korte afstandloper, want hardlopers zijn doodlopers en dat is hij niet. Pieter Win Semius. Komt hij verder? Dag, Pieter Semius. Komt hij hier zitten? Daar zit hij. Ja. Wat heb je in het plastic zakje? Daar heb ik mijn boekje bij mij. Oh, je boekje. Ja, ja. Als die maar niet ritselt, nee, het zakje. Ik zal het wegzetten. Ik kunt drinken. Ik heb fris. Heel goed. Klaargezet, want ik ben toch oud sporter, is het niet? Dat gaat een beetje, dat geeft mij wat te veel eer. Ik ben oud hardloper. Ja, en is hardlopen geen sport? Nou, zoals ik het doe, vind ik dat. Maar ik was toch tamelijk verdienstelijk, nee? Nee. Mijn verdienste was dat ik niet zozeer hard kon lopen, maar wel lang. Marathon, hè? Ja. Maar dat is waar ik liep, dan moet ik zeggen, ik loop nu nog de halve, maar waar ik liep vroeger, dat was het midden van het peloton. Dus als er in Berlijn 14.000 meenemen, dan was ik nummer 7.000. Ah. Plus of min 5. Dat is echt jaar in jaar uit gebeurd. Dus. Ja. Dus ik was de pelotonloper. En in Nederland, en echte wedstrijden, ik heb wel eens gezegd, ik kende alle hardlopers van Nederland van achteren. Ja. Ik heb ze allemaal voor me zien lopen. Ja. Cruijff, hè? Ja. Want daar gaat uw mede over hem, gaat ja. Uw laatste boek, want hij schrijft veel. Ja. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Zo heet uw laatste boek. Is dat zijn citaat of is nee, dat parafraseerd? Nee, dat is een echte Cruijff. Dat is een echte Cruijff. Dat is Cruijff. Dit is zo'n zin waar je naar zit te kijken. Je denkt, wacht even, dat klopt niet. En dan ga je erover nadenken. Denk je, ja, kijk, als ik nou bijvoorbeeld in de politiek noem je dat een visie of een bedrijfsleven een visie heb. Dus een bepaald beeld van de toekomst. En ik weet waar ik naartoe ga. Dan ga je ook pas zien wat al die handelingen zijn die mensen doen. Dat snap je, omdat er dan logica in is. En dat is eigenlijk de zin. Hè? Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Ja, als je het eenmaal doorhebt waar die mensen het over hebben, dan zie je alles, dan snap je het. Nou, en dan valt het kwartje, zeggen we dan. In de meeste mensen zouden dat zeggen, maar Cruijff zegt het veel mooier. Ja, nou, ik dacht altijd dat het net andersom is. Dat je dat, als je iets inziet, ja? Dan heb je dat pas door. Je kan dezelfde redenering omdraaien, maar dat is net hetzelfde wat Cruijff, altijd die beroemde zin van elk nadeel heeft zijn voordeel. Die wordt ook veelvuldig anders omgezet, elk voordeel heeft zijn nadeel. Bij Cruijff zou dat alles niet passen, dat laatste. Cruijff zegt echt elk nadeel heeft zijn voordeel, want het is gewoon een geboren optimist. Een aanvaller, om het zo maar te zeggen. Ja. Een aanvaller die pessimist is, die heeft nog nooit een goal gemaakt, om het zo maar uit te drukken. Bent je bewonderaar van Cruijff? Ja, anders zou je een boekje niet schrijven. Dat moet heel simpel in zijn. Ik heb dus jarenlang voor die televisie gezeten en ik heb eigenlijk de hoop gehad, dat heb ik ook tegen hem gezegd, als we nou het eerste boekjes op de middenstip van het Olympisch Stadion deden, dan heb ik nog 1 keer naast jou op de middenstip gestaan, maar helaas zat dat dan niet in. Hoe leerde je hem kennen? Nou, eigenlijk in 1987 hadden wij een soort sporttoernooi bij McKinsey, waar ik toen werkte. Was hij toen minister? Nee, was net eruit. Nee, daaruit. Maar dat is toch niet zo dat hij minister ben geworden om Cruijff te leren kennen? Nee. Maar we moesten dan een sporttoernooi? Nee, dat niet. We hadden een sporttoernooi en we moesten daar iets met training. En ik vond dat verschrikkelijk vervelend. En ik denk, weet je wat, we nodigen Cruijff uit. En we vragen Cruijff over leiderschap. Want hij was iemand die op het veld als voetballer en als coach, ja, toch heel veel uit zijn mensen had kunnen halen. Dus zijn teams had enorm wat kunnen motiveren. Nou, dat is toch de centrale kwaliteit van leiderschap. Dus toen, wat hoek nodig je Cruijff uit? Ik heb dan maar naar de meer gebeld. En tot mijn stomme verbazing, het voetbalstadion van Ajax toen. Tot mijn stomme verbazing kreeg ik hem binnen 1,5 minuut aan de telefoon. En de volgende dag zaten we met hem te praten. En 2 weken later heb ik hem dus geïnterviewd over leiderschap. Nou, dat is het begin geworden. We hebben een aantal dingen samen gedaan. We kennen elkaar niet verschrikkelijk goed, maar het is een soort gekke regel. Dat als hij mij iets vraagt, zeg ik ja. En dan vraag ik daarna waar ik ja tegen gezegd heb en andersom ook. Ja, wat heeft Cruijff bijvoorbeeld gevraagd? Nou, een tijdje daarna, ik heb toen zelf ik heb eens een keer een boek geschreven, Speel Nooit een Uitwedstrijd. Dat was ook een soort sport-managementboek. Ja, in 88. Ja. En dat heb ik toen aan Lubbers en aan Cruijff aangeboden, het eerste exemplaar. Een tijdje later hebben we samen geprobeerd de FC Cruijff op te zetten. Dat is iedereen weer vergeten, maar Cruijff was toen weg bij Ajax, begin
denk begin 88, vlak voordat hij naar Barcelona ging. En toen hadden we de vraag, kwam hij ineens mee aan, mogen we eens een keertje langskomen, Tony Bruinslot, zijn assistent en hij, om eens te praten over een voetbalclub die we willen oprichten. Dat was de FC Cruijff. We hebben Mickey Huibrechts en ik, dat was mijn toenmalige collega bij McKinsey, hebben met z'n vieren hebben aan tafel gezeten en hebben uitgetekend wat een voetbalclub zou zijn als je echt met een heel grote, mooie visie, was heel spannend hoor, knappe visie, dat ze opzetten. En dat, we kregen zelfs 7 miljoen gulden hadden we bij elkaar in 3 dagen van particulieren. Waanzin. Allemaal op die naam. Maar het was een prachtig concept. Maar we konden de goede spelers niet meer krijgen. Dus toen is het maar niet doorgaan, is hij maar naar Barcelona gegaan. Ja, ja, want Cruijff was ervoor in. Cruijff had het bedacht. Oh, die heeft dat zelf bedacht? Nee, echt. Het was een schitterend, op zich een heel mooi, ja, wat zou je zeggen, mooi voorstel, een mooi idee. Je moest jongens van een jaar of 14 aantrekken. En die jongens die willen graag voetballen. Die willen dus niet graag leren. Dat is als je heel goed voetbalt op die leeftijd, dan wil je alleen maar voetballen. En dat vinden die ouders, was dat best een beetje link. Dus die had Cruijff en Tony Bruinslot zeiden, weet je wat, we geven die ouders een garantie dat wij leren die jongens in ieder geval een vak. Als we niet dat voetballen niet halen, hebben ze een vak geleerd. Ja, ja. Dus je krijgt je opleiding, anders voetbal je niet bij ons. Ja, ja. En dan krijgen ze strakke begeleiding, dat ze een vak leren, zonder meer. Nou, als ze dan 18 zijn, moeten ze Ajax 1 spelen, of in de FC Cruijff 1, met 20 in het Nederlands elftal. Met 22 wordt er een aantal verkocht naar Spanje en Portugal en Italië. En daar bestaat het hele systeem van. Ja. En, maar het ging om de begeleiding. Kan ik die ouders die garantie geven en de jongens de garantie, als je hier leert, dan gaat het hele systeem draaien. Dan mag je ook voetballen. Ik durfde mee te doen. Ik ben zelf dokter. Ik heb gepromoveerd in Leiden. Hè. Ja. Trouwens in een exacte vak. Hè. Ja, natuurkunde. Natuurkunde. Ja. Lang geleden. Want ik bedoel, ik ben nou minder exact dan toen. Ja. Ja, ik ben nou weer in de wetenschap terug, tot mijn stomme verbazing. En hartstikke leuk. Ik zit nou bij de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Maar ja, dat is overheidsbeleid. Ja. Maar goed, ik was dus van plan uw naam te verbinden aan, nadat ik minister was geweest, naar zoiets wat toch kan ook flop worden. Oh ja, absoluut. Het is ook niet doorgegaan. Ja, maar goed, dat was veel riskanter als dat zou starten en floppen. Ja, maar als je niks doet, dan word je ook zo moe in het leven. Ik bedoel, ik was, want hoe oud was ik? 4,45. Hey, als je op je 4,45ste ophoudt met nieuwe dingen, dan worden we ook niet echt lekker met elkaar. Hebt u vaker risico's gelopen in uw leven? Ik was met mijn 40ste werd ik in het kabinet gevraagd. Ik was nog nooit in de Tweede Kamer geweest. Dus ja, dan... Maar dat is toch geen risico, dat is een eer. Ja, dat is wel mooi. Maar de meeste eren zijn heel riskant hoor. Nee, dat was best riskant. Maar het was ook verschrikkelijk leuk. Dus ik ga niet doen alsof het zielig was. Maar het was wel best spannend. Wat was het eerste grote risico die je in je leven hebt gelopen? Oh jee. Ik heb geen flauw benul. Ik weet dat ik deed natuurkunde en ik promoveerde. En toen heb ik besloten de omzwaai te maken dat vak te verlaten. En dus toch de managementkant op te gaan. Nou, dat was als je. Het hele leuke van promoveren in het vak als natuurkunde is dat je met 2, 3 mensen in de wereld de expert bent. Je loopt op de uiterste grens van wat op dat hele kleine gebiedje mensen bekend is. Dat is hartstikke leuk. Gewoon om iets te weten wat de grens is van de maatschappij. Wat was dat gebiedje voor je? Ja, ik deed op wat ze heet reflectie van licht op metalen bij heel extreme temperatuur. Dus waarom, plat gezegd, waarom is goud geel en waarom is zilver zilverkleurig? Nou, dat ligt natuurlijk in de eigenschappen van die metalen. Dat heb ik bestudeerd. En dan kan je dan over leren van die verschillende metalen. Waarom dat is. En dan kan je weer meer begrijpen over die metalen. En dan komt die wetenschap weer verder. Ja. Nou, dat was het idee. Fascinerend. Ik onderbreek je toch wel. Want ik wil weten hoe iemand aan de ene kant zo zich kan specialiseren op zo'n kleine segmentje van het leven, zeg maar. Ja. En, want daar is toch moed voor nodig ook. En doorzettingsvermogen. Ja, doorzettingsvermogen in ieder geval, ja. Maar moed ook. Want Ik promoveerde, ben over alle drempels gestruikeld. Hè. Ik heb vreselijk hard moeten werken daaraan. Alle drempels gestruikeld. Toen ik uiteindelijk promoveerde, zei mijn moeder tegen mijn vader, nou heeft hij in ieder geval 1 ding geleerd, nou kan hij tegen zijn verlies. Dat was niet helemaal correct. Ik had eigenlijk geleerd dat je niet kon verliezen als je maar doorging. Als je gewoon zegt, de volgende keer, dan los ik het op. En dan de volgende keer, dan doe je gewoon 10 keer achter elkaar. Uiteindelijk kan je dan niet verliezen. Nou, en dat, want een of andere keer vind je de oplossing. Ja.
Ik had dat uitspraak van Cruijff, titel van uw boek, al niet meteen door. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Ja. Dat uitspraak van uw moeder heb ik ook niet helemaal door. Nou, hoe bedoelde ze dat? Nou, ik was een ontzettend slechte verliezer. Dus Cruijff en ik hebben heel veel dingen met elkaar gemeen. Cruijff speelde altijd vals. Die kon niet tegen zijn verlies. Nog niet trouwens. Nou, dat heb ik dus ook. Dus toen uiteindelijk met dat promoveren heb ik dus zo verschrikkelijk verkeerd. Ben ik lang uit op mijn gezicht gevallen. Over alle drempels gevallen. Alles ging mis wat er mis kon gaan. Maar je werd er keihard van. Aha, dus dat leerde je daar. Uw moeder bedoelde, ik heb dat toch niet opgegeven. Ja. Ik heb die verliezen geaccepteerd. Ja. En uiteindelijk dus overgegeven. Ik had het niet helemaal geaccepteerd. Want ik had geleerd dat als ik maar doorging, dan vond ik een keer de oplossing. Nou, dat klinkt verschrikkelijk trots. Maar dat is wel de essentie van goede wetenschap. Dat je gewoon zegt, 9 keer mislukken is niet erg als de 10e keer maar komt. Nou, dat geldt ook met ondernemers overigens hetzelfde. Hè? En dat kwam, ik promoveerd. Maar ja. je bent kennelijk toch een slechte verliezer. Want je reageert zich af op uw vak. Je zegt, ik doe het niet meer. Ik ben nou gepromoveerd, maar nu ga ik business administration doen. Dat was nog anders eigenlijk. Dat was wel gisteren. Ik vond dat er natuurkundigen waren die beter waren dan ik. Die konden abstract denken, dat kan ik niet. En die waren zo knap, daar had ik een razend respect voor. Dus ik heb tegen die mensen gezegd, jullie moeten doorgaan. En ik moet switchen, want ik bleek mensen te kunnen inspireren. Ik kan sturen, dus ik ga managen. En ik ga die management van technologie in. Dan heb ik beide talen, dus ik blijf wel in het vak. Ik werd ook prompt, toen ik terugkwam in Nederland, penningmeester van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging. Ik heb er altijd een geweldige warme relatie mee gehouden, want het is een prachtig vak. Zonder dat die mensen het niet studeren op dit moment. Het is een van de mooiste vakken die er is. Je kunt mensen inspireren en je hebt dus ook mensen nodig die je inspireren. Cruijff is een van die mensen. Ja. Je bent dus zijn bewonderaar. Ja. Bewondert je nog meer mensen? Laten we dat bij Nederlanders houden. Ja. Om niet te lange lijst te krijgen. Natuurlijk wel. Ik had, toen ik in het kabinet kwam, Lubbers was een fantastische voorzitter, maar Jan de Koning, toenmalige minister van Sociale Zaken, daarvoor Landbouw, Ontwikkelingssamenwerking, die heeft mij gewoon geadopteerd. Dat was niet officieel, maar dat was in de praktijk kwam het erop neer. Want wie was Jan de Koning? Jan de Koning was vroeger minister en die was eigenlijk in het kabinet Lubbers 1, waar ik in zat, 82, 86, dat is heel lang geleden. Toen reden we nog op dinosaurussen zo lang. Ja. Jan de Koning was daar voor Ruud Lubbers de stabiele factor. Ja. Als het heel spannend was, keek Ruud altijd Jan zijn kant op. En ik zat toevallig naast Jan dus. Ik kon er ontzettend veel voor leren. Dus zo kwam in de picture. Maar wij kunnen ons voorstellen wat is zo aantrok in Cruijff. Want wij hebben hem allemaal of zien spelen of tenminste op een filmpje later zien spelen. Maar wat had hij met Lubbers? Wat had Lubbers wat niemand anders heeft? Nou, Lubbers was een hele goede denker. Karakteriseert de hele goede denker? Heel snel. Alle standpunten kunnen zien. Niet ineens zijn eigen standpunt, maar ook van een ander. Dat is van de goede beleidsmaker heeft dit. Hè? De goede beleidsmaker ziet altijd eigenlijk de oplossing die voor verschillende partijen haalbaar is. Dus dat je moet altijd een beetje. Ik heb van Lubbers bijvoorbeeld geleerd. Democratie is niet de meeste stemmen telt. Want soms, als wij samen het salaris moeten verdelen van alle mensen die nou naar die radio zitten luisteren. Met z'n tweeën mogen we het verdelen. Dat is heel democratisch. Wij beslissen met z'n tweeën. Dan kan het zijn dat er iemand niet helemaal blij mee is. Dus je democratie is. Je moet ook de piepfactor hebben, zei Lubbers. Wat is de piepfactor? Als iemand heel direct geraakt wordt in zijn eigen belang, weegt dat belang zwaarder dan iemand die heel ver af zit en zei, nou is leuk, ik stem voor of tegen. Dit gaat me te snel. Lubbers was een snelle denker. If zelf vindt zichzelf misschien wat minder snelle denker. Maar ik leg dat tegen jullie af. Je moet nog een keer met andere woorden hetzelfde proberen aan. Met alle vreugde, want het is wel een belangrijk punt. Ja. In een democratie gaat het altijd, zegt men, om de meeste stemmen telt. Hè? Want dan beslis je democratisch. Tot hier maar, kan ik het volgen. Maar nou zeggen wij, we gaan een tram aanleggen. Nee, we gaan een stelletje huizen bouwen in de wijk waar je zelf woont. Dan ben jij misschien tegen. Dus wij zijn tegen met onze buren. 25 buren zijn helemaal tegen. Maar op 300 kilometer afstand in Appingedam, 200 kilometer afstand, zijn ze er helemaal voor. Die stemmen nou even zwaar. Nee, die tellen niet even zwaar. Waarom niet? Omdat zij er eigenlijk niet direct mee te maken hebben. Dus de piepfactor is, als het ons zwaarder raakt, mag je onze stem zwaarder tellen. En dat moet je doen bij tijd en wijle. Dus je moet niet altijd zeggen, de meeste stemmen telt. Je moet eigenlijk zeggen, wacht even, welke stem telt
voor dit onderwerp zwaarder. Nou, nog even kleinigheid. Dat woordje piep, waar slaat het op? Nou, dat mensen piepen. Ja. De piepfactor. Als iemand niet piept in Appingedam, dan zeg je, nou, dat heeft niet zo groot belang. Maar als je bij jou thuis achter in je tuin zit en ze gaan daar eventjes een tram dwars door je tuin heen leggen, dan piep je. Ja. Dat moet je zwaarder tellen. Wij zijn bij geluiden aangekomen en daarmee ook bij de muziek die je mee had genomen. Ja. Wat zou dat zijn? Nou, ik denk dat de eerste is een nummer van Johnny Cash. Dit programma is midden in de nacht en ik heb veelvuldig midden in de nacht gereden en nou, is de redding voor mij was altijd Johnny Cash. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around, and I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down. Ja, Johnny Cash hebben we te danken aan onze gast van vannacht in Chimek's Nacht, Pieter Winsemius, oud-minister. Maar laten we dat over heden hebben, want hij is 62 en hij is nog steeds actief. Recentelijk heeft hij een boek geschreven met de titel Je gaat het pas zien als je het doorhebt, over Cruijff en de leiderschap. En meneer Winsemius toont zich als bewonderaar, bijvoorbeeld van Lubbers, omdat dat een snelle denker was. En ik vraag hem het volgende. Dat snel denken, is dat ook zoiets als snel spelen? Want Cruijff die zegt, toen ik jong was, toen hield ik de bal zelf en toen pingelde ik. Later ging ik de bal altijd doorgeven. Dus de balbezit was nog altijd belangrijk, maar balbezit niet van mij, maar van de hele elftal. Snelle denker geeft ook snel de idee door of houdt die bij zich als een wetenschapper. Ja, ik denk dat dat wel een stukje van die vergelijking erin zit. En Lubbers was ook, kon dingen combineren. Dus die kon meteen zien, als dit zo gebeurt, dan kan dat ook gebeuren. Nou, bij Cruijff is dat inderdaad de eerste in het boek, als je kijkt, dat is het eerste punt. Wat heeft de goede voetballer nodig? Die heeft techniek nodig. Nou, techniek is niet 1000 keer een bal hoog houden, zegt Cruijff dan. Want dan moet je maar naar Carré gaan, hè? Dan ga je maar bij het circus. Nee, techniek is in 1 keer de bal doorgeven aan de goede medespeler. En dat is in feite in elk vak zo. Als je je vak beheerst, dan weet je in 1 keer, uiterst simpel, vind je de goede mens om die aan te spelen. Zodat als die er beter voor staat. Nou, dat is, als je dat niet kan, dan word je nooit wat. Nou, op voetbalveld zie je dat natuurlijk prachtig. Maar in het bedrijfsleven of de politiek lijkt dat, zie je het niet zo vlug. Maar het is precies hetzelfde principe. Dus kunnen delegeren is een
Dus delegeren of kijken wie staat er beter voor of kan ik schakelen? Ik bedoel, neem een heel eenvoudig iets. Je ziet in de markt een verkoper die komt ergens bij een bedrijf en die ziet, die hoort een geluid. Op het moment dat hij dat geluid hoort en het is van noodzaak, dan geeft hij, moet hij het meteen doorgeven aan iemand in zijn productieafdeling. Er was iets niet goed met dat ding. Of het moet meteen doorgaan aan de researchafdeling. Je zou het beter moeten, dat en dat zou beter kunnen. Maar op het moment dat ik dat kan, dat het razendsnel wordt doorgegeven zonder dat dat met een formuliertje eerst helemaal naar de top gaat en dan een half jaar later terugkomt, maar dat ik het in één keer doorschakel, wat de handen zien, dat het ineens, wat de ogen zien, sorry, dat het, wat de ogen zien ineens naar de handen doorgaat, ja, dat bedrijf is zo snel dat kan reageren, ja, op wat er gebeurt. Wat ik me kan voorstellen, dat zo iemand die, ja, zo geluid opvangt, ja, dat die dat juist aan de top doorgeeft om in goede blaadje te komen staan, ja, bij de top, om te, ja, zeggen, kijk, ik heb, ja, dat geluid gehoord, ja, ik geef het door. Ja, het gebeurt, want soms. Ja. Want als die dat doorgeeft meteen, ja, aan de vloer, dan, ja, gaat het eigenlijk naamloos. Dan, ja, scoort die voor het bedrijf naamloos. Ja, ja, maar dat gaat ervan, dat is wel zo, maar dat gaat ervan uit dat de top stom is. En die dat niet zou zien. Als de top stom is, ja, dan kan je het beste maar aan de top doorgeven. Maar je kan het beste maar niet gaan werken. Hoe? Als een top werkelijk begrijpt hoe een organisatie werkt, dan zeggen ze, mensen, jullie moeten de ruimte hebben om dat te doen. Weet waar we naartoe gaan. En probeer dus die basisidee voor ogen houden en speel. Want op het veld moet het waar worden. Hè? Als je met het Cruijff kijkt, ja, die zegt ergens ook prachtig mooi. Als in een stadion van 50.000 man iedereen zit te roepen, dan hoor je die coach niet eens langs de kant. Die zal altijd bij vingers te fluiten met een regenjas aan en kauwgom te kauwen. Maar Die hoor je niet in 60.000 man. Dus die moet op het veld moet je toch wel weten waar je naartoe wil. En moet je die idee van de coach moet dan in die spelers zitten. Nou, ja. Dat is bepalend. Nou heb ik Cruijff ook horen zeggen, maar als je die leider in het veld niet hebt, dan moet je hem ook niet geforceerd benoemen. Nee. Dan moet je dat eigenlijk, die leiderschap, verdelen in soort burenafspraken. Ja. Tussen de twee, ja, verdedigers, tussen, ja, de mensen die dicht bij elkaar, ja, staan. Maar nou, bedrijven, ja, ja, die hebben allemaal visitekaartjes, die mensen hebben functies en, ja, die hebben eigenlijk, die kunnen dat niet zo doen. Die kunnen niet zeggen, wij hebben geen directeur, want die directeur is, oh, er, ja, eigenlijk niet. Dus hoe, ja, doet dat het bedrijf als die geen echte leider heeft? Nou, de bedrijven hebben natuurlijk een vorm van hiërarchie. Hebben directeuren en vaak een hele grote bedrijven, een hele serie rangen daartussen. Maar als ze het goed doen, dan sla je die hiërarchie in hoge mate plat. Want uiteindelijk moet er verkocht worden door de frontlijn. En die producten worden gemaakt door de frontlijn. En je probeert dus altijd terug te brengen dat iedereen dienend is aan de frontlijn. Dus als je naar een bank gaat, dan verkoopt de bankdirecteur je echt helemaal niks. Wie jou wat verkoopt is juffrouw Annie die achter de balie zit. Ja? En als juffrouw Annie jou verkeerd behandelt, dan heb jij gegeten en gedronken. Als jij bij een bedrijf komt, als je een bedrijf opbelt of de overheid en je wordt drie keer doorverbonden. En dan kom je op het verkeerde nummer terecht, nou, dan heb je ongeveer je portie al gehad. Dus de frontlijn bepaalt of het iets wordt met ons. Of die klant dat gaat als positief gaat ervaren. Ja. En als een bedrijf dat niet snapt, dan hebben ze grote problemen. Duidelijk. Dan vraag ik, ik was jarenlang een van de best betaalde consultants in het, ja, land. Wat hij eigenlijk preekte, waren lessen in bescheidenheid, als ik het zo begrijp. Deze zin zeker, ja. Dat is een vorm van bescheidenheid. De mensen die bovenaan zitten zijn de dienaars. Als je dat niet zo beschouwt, dan zit je verkeerd. Dus je kan ook aan een kabinet, kan je het altijd heel leuk zien. Ik kijk altijd naar een nieuw kabinet. Moet je maar goed opletten, het is heel erg leuk om te zien. Als er een nieuw kabinet komt en een minister zegt in de eerste 3 maanden, ik ga dat en dat doen, dat gaat gegarandeerd mis. Want ik doe nooit wat, ik maak alle fouten en we gaan dat en dat doen. Als het goed gaat, is het we. Als het fout gaat, dan is het ik. Dat is de, ja, vaste regel. Dat geldt ook met een voetbalelftal overigens. Ja. Ja, als je de verantwoordelijkheid neemt, neem je de verantwoordelijkheid voor de fouten. En als het goed gaat, zeg je, ja, dat is nou toch wel leuk dat we dat kunnen. Ja. Ja? Dat weet je allemaal nou. Maar ik ben ook 62. Gaat mooi met ons. Wanneer begon je verstand te nemen, zeg maar? Wanneer hebt hij voor het eerst eigenlijk, huh, iets verstandigs gezegd als kind? Was hij 5 of was hij 3 of was hij 6? Ikke? Ja, iets echt verstandigs. Dat de omstanders met open mond bleven kijken. Als ik mijn ouders moet geloven, dat weet je zelf niet. Ik heb ooit, heeft een generaal mij gevraagd na de oorlog. Mijn vader was toen topambtenaar en een generaal heeft mij gevraagd, wat wil je later worden? Toen was ik heel klein. Toen heb ik gezegd, generaal of visventer? Maar denk visventer, want dat verdient beter. Dat waren ze allemaal zeer met me eens. Dus ik neem aan dat het eerste verstandig is wat ik ooit gehoord heb. Maar is dat waar, dat visventer meer verdient dan generaal? Generaals verdienden toen niet
zo gek veel in ieder geval na de oorlog. Ik weet niet of visfan is, maar dat, ik neem aan dat ik dat van mijn vader geleerd heb. En hoe, hoe oud was hij toen? Ik denk een jaar of 5 of 6. Jaar of 5 en je wist al hoeveel generaal verdient. Ja, maar, dat wist ik niet. Maar ik denk dat mijn vader deze grap gemaakt heeft. Dat ik dat dus goed letterlijk heb uitgevoerd, vrees ik. Mijn vader had daar altijd wel wat mee op, ja, met deze dingen. Ik bewonder Cruijff en je hebt ook iets met Lubbers. Wat had hij met uw vader? Nou, mijn vader heeft natuurlijk een enorme invloed op me gehad. En leeft hij nog trouwens? Nee, mijn vader is overleden. Nee, mijn vader was wel gek. Toen mijn vader is een jaar of 5, 6 geleden overleden, denk ik. En toen heb ik later een boekje geschreven. Dat eigenlijk de slagzinnen van mijn vader vertaalde, wat ik daar geleerd had. En dat heet wat ik je nog zeggen wou. En dat was eigenlijk een heel persoonlijk documentje, is niet gepubliceerd. Ja, een heel kleine oplage. Maar dat schetst wat ik denk dat ik geleerd heb van mijn vader. Mijn vader had allemaal slagzinnen en die herinner je. En dan kom je ergens binnen en dan herinner je die zin. En bijvoorbeeld geld is een slecht ding. Je hebt het nodig voor opleiding om fatsoenlijke wijze ziek te zijn. Dat betekent dat mijn vader van de gooien met geld. Maar verder is het een slecht ding. Het is slecht voor de karakter en trekt de verkeerde vrienden aan. Daar ben ik mee opgevoed. Volgende slagzin graag. Als een makelaar tegen je zegt, meneer, u moet snel beslissen, want er zijn er nog 2 voor, die 2 andere. Dan zeg je tegen die makelaar, meneer, doet u die 2 eerst maar. En als dat niet lukt bij u, dan komt u terug en is de prijs lager. Maar je laat je nooit chanteren door iemand van die zegt, u moet snel beslissen. Nooit. En mijn vader hield er ook mee op. Dus ik onderhandel ook nooit zelf. Ik kan het niet. Geweldig. Gaat hij verder? Oh jee. Als je te laat komt, dan doe je niet meer mee. En als mijn vader had het letterlijk dat soort dingen. Als iemand te laat kwam, dan is prima. Dan mag je aan de vergadering zitten. Maar die werd niet, kwam niet meer aan het woord. Ja, het was te laat. Ik wil meer en ik weet zeker dat luisteraars ook meer wil. Ja. Dan heb ik niet helemaal op voorbereid. Dan moet ik al die slagzinnen weer zien te vinden. De overheid, wat vindt hij van deze? De overheid is een schurk met een hoge hoed. Je wordt belazerd, maar op een nette wijze belazerd. Nou, hier is belangrijk wat Ivan vond op het moment dat hij ministerpost aannam. Nou, dat moest je dus proberen te voorkomen dat je in die rol kwam. En dus dat betekent dat als je daar zit, moet je mensen, maar dan gaat het weer, we hebben het straks al over, je moet dienend zijn, je moet mensen heel serieus nemen. Dus ik vind dat je beleid niet kan maken als je niet op je netvlies, maar dat geldt ook in bedrijf hoor, juffrouw Annie hebt als je in een bank zit. In een bedrijf moet je juffrouw Annie met haar klant zien. Die vrouw heet vast geen Annie, want dat doet hij al 2e keer dat hij mevrouw Annie als voorbeeld neemt. Hoe heet uw vrouw? Hanna. Ja, je hebt ook een boekje met haar geschreven. Ja, 2 jaar, absoluut. Ja. Maar eventjes nog bij uw vader blijven. Hoe heette dat boekje over uw vader? Wat ik je nog zeggen wou, ja. Heeft uw vader alles aan u kunnen zeggen wat hij wilde? Nou, dat is wel grappig. Wat ik je nog zeggen wou, betekende eigenlijk voor mij, als ik nou 1,5 jaar na mijn vaders overlijden, want daar zit je natuurlijk toch best over te denken over die dingen, dan denk je, ja, dit heb je waarschijnlijk daarmee bedoeld. Dat is toch wel aardig. Ik kon dus doorpraten, terwijl mijn vader voor mij buitengewoon overleden is. Daar is geen twijfel aan, hè? Voor mij niet. Ja. Maar ik kon dus rustig doorpraten. Ik had ook nog best dingen die ik tegen hem wilde zeggen, maar die kon ik nog rustig doorvertellen. Dat kwam wel goed. Maar ik had ook het gevoel dat we samen tegen andere mensen wat wilde doorvertellen, omdat we samen iets begrepen hadden, denk ik. Nou, en dat vond ik ontzettend leuk. Je hebt met je ouders heb je dat natuurlijk, hè? Dat je bepaalde standpunten van je vader en je moeder, dat je er denkt, ja, wat moet ik daarmee? Dat ga ik dus anders doen en dat doe je ook anders. Dus als ik het goed begrijp, ik leun niet op uw geloof. Ik geloof niet in God. Maar in abstracte zin ja, waarschijnlijk. Je hebt gezegd, ik denk niet genoeg abstract om een buitengewone wetenschapper te zijn. Mm-hmm. Maar ook niet misschien genoeg abstract om in God te geloven. Mm-hmm. In die zin, maar nou heb ik me helemaal vastgeluld, merk ik. Maar ik wilde wel iets vragen over uw vader. Ja. Maar daar kom ik niet meer nou, kom uit. Straks. Nou, is wel belangrijk voor mij, omdat ik voel dat die... zou je me kunnen helpen, Vincent? Dat is onze regisseur, Vincent van Merwijk. Je was bezig met de titel van het boek en je vroeg je af of meneer Winsemius en zijn vader alles hadden kunnen doorspreken of die titel daar iets mee te maken had. Volgens mij. Ja, maar toen kwam een associatie en ik heb me helemaal vastgepraat. Maar je kan eigenlijk, hoe kan je zeggen vastgelood, beschaafd? Ik kan het niet gauw opkomen. Hoe zeg je beschaafd, vastgelood?
Ik ben met mijn wielen in het zand gekomen. Wat vind je daarvan? Dat heb ik één keer gedaan in de Riviera met een camping. En die auto heb ik nooit meer losgekregen. Man, wat hebben we moeten graven daar. Ja, nou begrijp ik ook waarom ik niet op kon komen. Want ik was nooit op Riviera geweest. Ja, nee, dat was een drama. En dit is een moeilijke uitdrukking. Houdt hij van taal? Ja, ik vind het... Kijk, dit soort boekjes zijn natuurlijk geen literatuur. Maar ik vind met het woorden spelen... Ik heb ooit een keertje een boek geschreven toen ik op het ministerie zat. Gast in eigen huis, dus milieubeleid was dat. Daar bleken toen twee studenten in Utrecht, die studeerden Nederlands. En die hebben een analyse geschreven van mijn metaforen. Dus alle bloemrijk taalgebruik. Ik had ze allemaal gebruikt die er zijn in de tekstboeken. Plus alle fouten gemaakt die ermee te maken waren. Dat was oerkostelijk om mensen te horen analyseren. Zou die nog... Een van die metaforen. Nou, gast in eigen huis is een metafoor. Als je milieubeleid doet en je zegt, kijk, de slagzin, de visie, dat was echt de visie waar je mee werkt. Is, als je nou denkt als gast in eigen huis, een gast die gaat toch in zijn eigen huis de wereld, ga je toch niet chemisch afval onder het vloerkleed vegen? Dat doe je niet als normaal mens. Hè? Dus als je nou maar gewoon denkt over burgerlijk fatsoen, we zijn gewoon een gast in het eigen huis de wereld, dan veeg je geen chemisch afval onder het vloerkleed. Je ruimt je rotzooi op, je zorgt dat huis, als je het verlaat als gast, dat het eigenlijk ietsje beter is dan je het aantrof. Dat is net de gast. Ja. Nou, en als je nou zo over milieubeleid denkt, dan is dat heel normaal. Dan is dat geen straf. Dan is het normaal dat bedrijven of mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En dat is dus de lijn geworden van het Nederlandse milieubeleid. Dat is het enige land ter wereld wat het op die wijze deed. En dat vond ik echt lekker. Wat is het, hoe zou je het gevoel zich thuis voelen beschrijven? Nou, dat is anders. Je thuis voelen is, dat vind ik een beetje moeilijk om dat meteen zo te zeggen, maar je thuis voelen is, je komt ergens binnen en je merkt dat mensen blij zijn dat jij binnenkomt. En dat jij blij bent die mensen ook te zien. En je voelt je op je gemak, omdat die mensen daar zitten en hé, ik kom thuis. Lekker gevoel. Ik heb ooit eens een keer een boekje geschreven bij het trouwen van een oud zinger. Ik denk wel dat ik alleen maar boekjes schrijf. Wat erg. Maar dat was ooit bij het trouwen van een oud secretaresse van me. Dat was hartstikke leuk. Dan mocht ik in het stadhuis praten. Bij haar als assistent ambtenaar burgerlijke stand. En toen heb ik haar aanstaande schoonzus gevraagd de definitie van wat liefde is. En toen, dat is natuurlijk een lastige vraag. En toen kwam ze tot een schitterende definitie. Kwam ze, liefde is altijd met de allerleukste naar huis gaan. Op elk feest met de allerleukste naar huis gaan. Dat vond ik fantastisch. Als je, nou, dat is hetzelfde gevoel. Dat is dat gevoel van als je in een zaal bent en je kijkt over die zaal heen en je ziet degene van wie je houdt en denkt, straks ga ik met de allerleukste naar huis. Dan zit je toch geweldig. Ik hoop dat de volgende muziek die je mee had genomen erbij past. Bij dat uitspraak. Thrill is gone. Ja. Wat is dat? Thrill is gone, B.B. King. Als de thrill weg is, dan blijft er van de liefde niet veel over. En het is de vonken moeten eraf springen. Thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You done me wrong, baby. And you're gonna be so mine someday.
Dit is de gitaar Lucille. De beroemde gitaar van B.B. King, die heet Lucille. Je luistert naar Chimek's Nacht en dat applaus geldt ook voor onze gast Pieter Winsemius. Niet alleen omdat hij dit muziek mee heeft genomen, maar ook dat hij tot nog toe heel openhartig is. Wat zijn de geluiden die je graag hoort in de natuur? Ja, ik heb in mijn jaren voorzitter geweest van Natuurmonumenten. 10 jaar. Ja, en dat was een hele mooie periode. En eigenlijk om punt 1, omdat je er in Nederland nog zo verschrikkelijk veel moois is. Zullen we, mag ik nou iets vragen? Als je zo direct de vraag krijgt. Ja? En je begint met omweg. Is dat een gewoonte of doet hij dat tijd te winnen? Nee, het is om een gedachte te ordenen. Ja. Ja, want het is echt gedachte ordenen. Okay. Ik heb daar, voor mij was die natuur dus 2 dingen. Eentje, dat er verschrikkelijk veel moois was en dat je daarvan kon genieten. En dat er heel veel mensen dat deden. En dat is een functie in een land. 2, dat zit er wel bij en dat komt een beetje terug met het boek van Cruijff ook. Ik kon me er ook kwaad over maken en op een positieve manier. Dat klinkt een beetje gek, maar je kon boos worden in de zin van, wij kunnen dit niet zomaar opgeven. Dit is te belangrijk. Dus we doen soms in Nederland hele gekke dingen. Dat is verschrikkelijk duur. Dan zeggen we, geven geen vierkante meter van Nederland op. Ja. Dat was zo'n beetje in die natuurkant was dat. Maar even terug naar de vraag. Hè? Ja. Welke geluiden? Je bedoelt letterlijk geluiden? Ja, hoort die graag in de natuur? Nou, het allermooiste vind ik natuurlijk als je in, of natuurlijk vind ik als je in februari de eerste vogels gaat horen weer. 'S Ochtends buiten komt, het is nog koud in de lucht, je hoort de eerste vogels weer. Dan weet je dat het voorjaar er is. Ja, waar woont hij? In het Gooi. In het Gooi. En bij ons zitten die vogels dus. En dat is zalig. Dan weet je dat het weer komt en dan zie je alles weer opleven. En het is zelfs hardlopen leuk. Ja, als je dan buiten komt, dat is lekker. Ja, hoe heten die vogels? Oh jee, wat we allemaal niet hebben. Ik heb 1 keer voor mijn raam gezeten. En dan heb ik mijn vogelboekje bij me gelegd. En ik had op een zondagmiddag in 2 uur tijd ook 18 soorten. Dus ja, ik ben geen grote vogelaar hoor. Ik ga eens in het jaar met een stel vrienden. Die bij mijn oude buurjongen. Van toen hij 2 en ik 4 was, gaan we samen vogelen. Hij is een absolute vogelaar. En dan zie je op de Waddeneilanden 80 soorten in 1 weekend.
Maar hij moet ze me wel vertellen, het grootste deel. Dus dan kom je heel trots terug dat je de parelduiker gezien hebt en dergelijke. Dat is heel zeldzaam, weet je. Ja, dat is leuk. Waar de eilanden, dan moet ik aan denken, was het niet rond 93 dat er iets was over gasboringen op Waar de eilanden? Ja, dat is nu weer, hè? Ja. Oh, niet weer? Ja, ja, dat is nou. Er is net een rapport gekomen van de commissie Meijer. Ik loop er al vanaf, met die dingen loop ik er vanaf 283 in. En echt er middenin. En wat ik betreft mag het niet. Wat? Dat mag het niet. Nou, ik vind het wordt heel heilig over gedaan. De gasboringen zijn niet de grootste bedreiging voor het wat. En dan moet je heel simpel zijn. Er zijn veel grotere bedreigingen voor het wat dan de gasboringen. Zoals? Nou, het kwelderoppervlak wordt te klein. Het kwelderoppervlak is het gebied wat nat wordt en droog valt. Dus met hoogwater is het nat en met laagwater droog. En dat is dus het unieke van dat wat. Dat er zo'n groot gebied is waar je hele bijzondere soort planten hebt, maar ook een voedingsbodem hebt voor de vogels en voor broedplaatsen voor de vis en dergelijke dingen. Ah. Dat is een heel bijzonder gebied. En kunnen we iets aan doen? Je kan ze groter maken, maar dan moet je dus ontpolderen. Dat is natuurlijk erg tegen de Nederlandse natuur in. Dus polders teruggeven aan de natuur. En dat gebeurt gedeeltelijk op de Waddeneilanden. Zie je bepaalde gebieden waar je dus eigenlijk weer de zee zijn sleuven kan maken, waar het hoog en laag water weer gaat spelen. En wat dus veel zilter wordt ook. Mm-hmm. Nou, dat gebeurt. Dat is een veel groter bedrijf. Dus en we hebben natuurlijk de kokkelvissers. En dat blijft een enorm probleem. Wat is dat? De kokkelvissers, nou, de kokkel is een schelpje. En die wordt in Nederland gevist voor de Spaanse paella. Ja, dat is niet te gek om waar te zijn, maar we vissen hem hier voor de Spaanse paella. En dat gebeurt met technieken die weliswaar verbeterd zijn, maar die toch grote schade aanrichten aan het oppervlak van de wat. Waarom? Je haalt die kokkels los van die bodem en dan gaat die bodemrechter schade van. Nou, en die maar bodemrechter, waarom verbinden we dat dan niet? Ja, omdat dat een economische activiteit is en daar doen we al sinds tijden lang zenuwachtig over. En dat kan ik me best voorstellen, als ik een kokkelvis was, zou ik het ook niet leuk vinden. Maar die moet je dus op fatsoenlijke wijze uitkopen naar mijn idee en dan zeggen dat die schade kunnen we gewoon niet pakken. Dat weten we nou met elkaar. Dus doe nou niet zo. Nou ja, en dan komt het beleid, hè? Dat wordt dan heel zenuwachtig. Even die gasboringen. Ja? Dus ik ben daar niet zozeer tegen op dit moment. Nee. Want ik denk misschien dat je met dat geld die je daarvan krijgt, zou je kunnen die droognatte stuk. Het is een supergevoelige discussie. Er zijn twee stappen. Nee, ik wil, want ik wil begrijpen of ik het goed heb. Ja. Ik heb begrepen dat de laatste jaren, vroeger was hij alleen voor de natuur, voor de natuur, maar de laatste jaren lijkt dat of hij zegt, wij moeten geld verdienen. Ja, dat is niet bij mijn laatste jaren hoor. Ik was dat, om dat de, maar ja. Ik begrijp al wat ik wil zeggen, maar luisteraars nog niet, dus ik moet dat toch afmaken. Sorry. Ik wil wel geld verdienen en met dat geld natuur iets voor de natuur doen. Dus misschien met die. Wat zou je met dat geld van die gasboringen die dan vrijkomen, van dat stukje geld, wat zou je doen op de Wadden? Je kan daar de kokkelvissers bijvoorbeeld van uitkopen. Of boeren die de kosten vergoeden voor de ganzen die daar hun gras kaal vreten. Hè? Die ganzen die vreten gras. Nou, dat is grote schade. En we willen graag die ganzen hebben. Nou, dat soort dingen heb je geld van. Kwelders aanleggen weer opnieuw. Dat kost veel geld. Maar het is dus een spanningsveld waar je aan de ene kant zegt, ik wil en die gasboringen niet hebben en ik wil extra geld hebben. En dan mag je bijzeggen wat je denkt dat de kans is dat gebeurt. En die kans is waarschijnlijk heel klein. Als je nou naar minister Zalm zou gaan, dan zou je zeggen, geef mij eens eventjes een pak geld. Want ik moet iets leuks op de Wadden doen. Dat is het ene standpunt. Het andere standpunt is, nou, die gasboringen zijn vrijwel zeker heel beperkt schadelijk. Als ze al schadelijk zijn, misschien wel helemaal niet. Dus daar moet ik uitermate voorzichtig mee omgaan. Maar dan krijg ik een pak geld vrij. En nou kan ik misschien dat wat wel redden. Want er moet wel wat gebeuren in het wat. Nou, die keus. En wat is de kans dat gebeurt? Kan ik er dan meer mee doen? Dat is de keus waar je voor staat. En dan zit ik eigenlijk al vanaf, ik denk 1993, dat ik denk dat je dat maar zo zou moeten doen. Welke spanningsvelden had je beleefd in uw privéleven? Want wij zitten na de middernacht. Ik moet dat ook een beetje over je hebben. Ik heb een totale mazzel. Ik heb weinig spanningsvelden. Dus ik ben gelukkig getrouwd. Ja, gelukkig wel, ja. Eén keer getrouwd, niet. Daar wou ik het bij houden, ja. Ja, en als mijn vrouw me wil houden. Hoeveel kinderen heb je? Ik heb 3 kinderen. 3 kinderen. Je hebt ook een boekje geschreven over het hardlopen. Ik wou dat ik jouw benen had of zoiets. Ja. En daar loopt hij samen. Met mijn zoon. Mijn zoon was 11 toen we de eerste marathon samen hebben gelopen. Dat mag tegenwoordig niet meer. Dus, maar we hebben dat wel gedaan. En dat was natuurlijk een fantastisch avontuur samen. En toen hebben we voor de aardigheid, dat hadden we gedaan. En dat was hartstikke leuk. In Amerika zijn we naartoe gegaan. Maar dat is toch krankzinnig, of niet? Nou, dat ging goed. Maar 11 jaar. Nee, dat grappige is, die kleine kinderen die kunnen heel goed lopen. Die
die zijn namelijk heel licht. En alleen ze kunnen niet zichzelf inhouden. Dus als iemand anders hier loopt, moeten ze meteen harder gaan lopen. Dus als je nou maar een soort discipline erbij brengt van, hey joh, laat die maar lekker lopen, die is iemand ent wel weer. Hè? En dat is met hardlopen zo. In het begin word je de hardlopers en doodlopers. Laat je allemaal lekker lopen. En aan het eind kom je ze allemaal voorbij. De groetjes nog beleefd, dat is heel prettig. Dat is gewoon ontzettend aardig. En dat hebben we dus gedaan. En toen zijn we dus opgehouden met lopen weer. Maar ja, je moest toch wat aftrainen. En dat aftrainen was elk weekend 1 of 2 halve marathons. Want dat liep je toen makkelijk. En toen was het voorjaar, zeg maar, weer gaan optrainen. Dus toen hij 16 was, had hij er 4 gelopen. En toen vond hij dat hij moest hockeyen. Nou, prima. Dus hij is gaan hockeyen. Dat deed hij altijd al. Maar toen is hij daar serieus in gaan spelen. Maar we lopen nog steeds. We hebben een jaar geleden hebben we nog keurig een halve marathon samengelopen. Hebt hij met dat zoon, want je hebt dus 3 kinderen. Ja. Hebt hij met hem een extra band door dat ja, lopen? Ja, de avonturen wel. Nou, is de tweede, die een absolute niet-loper was, die is nou ook gaan lopen. En het is heel vreselijk voor mij om met hen beide te lopen. Want ze zijn allebei sneller dan ik. Dus ze testen mij dan uit. En de oudste weet precies hoe hard hij moet gaan aan mijn ademhaling. Dat ik net begin in moeilijkheden te komen. En dan minderen ze weer wat. En, maar is hij nou gaan lopen om betere contact met je te krijgen? Want dat was nee, de vraag. Wij deden thuis een loop. Wij hebben thuis eens in het jaar een loop. En de jongste liep niet. En die vond het beneden zijn stand om dan aan de kant te staan. Dus is ook maar mee gaan lopen. Ja. En dat vond hij eigenlijk wel leuk. Dus nou lopen wij samen. Ze doen ook een halve marathon. Dus dat zijn 2 zoons. Ja. En hebt hij ook nog dochter? Ja, de dochter die is een volstrekte niet-loper. Die heeft daar dus een radicaal besluit op dit gebied genomen. En ik prijs haar gelukkig daarmee. Maar zij helpt met de bar als wij onze hardlooppartij hebben. Dus daar zijn we ook altijd tevreden mee. En hoe communiceert hij, via wat communiceert hij met uw dochter? Oh, mijn dochter communiceert wel. Die is heel duidelijk. Nee, maar u? Ik met mijn dochter. Ja, ik denk dat wij een heel prettig gesprek voeren, om eerlijk te zijn. Ik ben, soms bent hij doof als je het wilt. Hè? Ja, daar ben ik goed in. Ja. Maar ik heb in de politiek gezeten. Ja. Ja. Is het voor u makkelijker met vrouwen omgaan of met mannen? Ik heb altijd vrij makkelijk contact gehad met vrouwen. En dat heb ik altijd een beetje gezocht. Mannen zijn vaak gepolijster. En dus als je in het zakenleven bijvoorbeeld of in de politiek, die hebben meer geleerd om een schild voor te houden. En die vrouwen die hangen er vaak wat bij, wat een droeve positie is. En dat heb ik altijd heel leuk gevonden daarmee te praten. Dus ik heb een hele hoop vriendinnen. En als ik die nou goed kende, dan kende ik die man ook weer beter. En dat was dus, het was punt 1 heel leuk, maar het was ook, maar misschien ook best functioneel, dat weet ik niet. Daar heb ik nooit precies over nagedacht. Maar het was heel leuk gewoon. Ja, hoe was, zou u iets over uw moeder willen zeggen? Mijn moeder was het centrum van de familie. Ik ben zeer klassiek opgevoed daarin. Er was geen enkele aarzeling over. Dat mijn moeder was het centrum van het huis. En mijn vader had een bordje aan de muur wat mijn vrouw later voor mij gekocht heeft. Zonder te weten. Dat was de klassieke zin. Wat mijn vrouw, ik ben de baas in huis, maar wat mijn vrouw zegt zal gebeuren. Dat was wel zo bij ons thuis. Ja. Als je het over Cruijff hebt, ook in uw boek. Ja. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Net oud. Dan hebt hij dat over natuurlijke leiderschap. Hoe word je centrum van de, familie? Daar helpt geen bordje aan. Nee, nou, mijn moeder was er altijd. En die wij wisten dat we met alle vragen, want mijn vader was vreselijk druk, met alle vragen en dingen ging maar met mijn moeder. En die was, mijn moeder was nog een klassieke moeder van het kop thee. Wat we nou sterk missen, denk ik, hè, als je thuis kwam van school. Uh-huh. En dat was, dat vonden we allemaal heel prettig. Ja. Dus dat was, bij ons was dat zonder enige twijfel, dat was het centrum. Ja, ik ben consultant geweest, of misschien bent u dat nog part-time, dat weet ik niet, dat doet er ook niet toe. Wat belangrijk is, wat voor advies zou ik geven aan Nederland in deze? Want vrouwen hebben in de loop van uw leven zijn ze carrières gaan maken. Ja. En vandaag horen we steeds vaker, wat jammer dat het kopje thee niet klaar staat. Ja. Hoe zou het eigenlijk moeten zijn? Ik vind dat de vrouwen veel kwaader moeten worden dan ze nou zijn. Ik heb vroeger tegen mijn jongere vriendinnen bij McKinsey gezegd. Die hadden we sessies waar zij dus andere soortgenoten van 30, 35 jaar uitnodigden. Hè? Dus lotgenoten die ook vastliepen op die enorme druk in de carrière en alles tegelijk goed moeten doen. Maar zeg, jongens, jullie moeten gewoon een brief schrijven naar je vaders. Een open brief met 75ste naar je vaders. Zeg, doe er eens een keer wat aan. Want het is belachelijk wat we in Nederland doen. Het is het enige land waar vrouwen bijna geen carrière kunnen maken. En al die bedrijven die zeggen, ja, het kan wel, maar dat valt vies tegen. Het enige land waar de schooltijden niet zijn aangepast op de werktijden. Waar geen goede opvang is geregeld, naschoolsopvang. We zitten over crèches te praten, maar je moet je echt kwaad maken over de naschoolsopvang. We hebben nou gelukkig een 400 brede scholen die daar wat meer aan doen. Maar dat er is geen beleid op, dat
is gekluns in de marge. En dan komt onze vriend De Geus, die komt aan, die zegt, ik word kwaad. Dat gaat goed, hè? Ja. Die komt dan aan met de emancipatie is klaar. Mijn neus. Die is helemaal niet klaar. Die zijn geen gelijke kansen. Maar hoe moet dat met dat kopje thee? Nou, dat kopje thee, dat moeten we dus in de naschoolse opvang proberen te regelen. En dan moet je dus, net als in een aantal landen die er wel serieuze antwoorden voor hebben gevonden, moet je duidelijk proberen betere antwoorden te vinden dan nu. Ik ben blij dat wij die keus niet hebben hoeven te maken. Maar je ziet al die jonge vrouwen en ook steeds meer jonge mannen die met 32, 33, 34 jaar ja, eigenlijk door hun stutten heen gaan. En die het niet meer kunnen tillen en die carrière op dat topniveau willen maken of die in ieder geval ambitie willen hebben en thuis met kinderen en nog sociaal een druk leven. Je kan natuurlijk zeggen, dan moeten ze maar wel dimmen. Dat is hun probleem, is ook zo. Maar de maatschappij maakt het niet makkelijk. Uw moeder leeft nog? Nee. Ook overleden. Als hij op de graf van uw ouders staat, aan wie denkt hij in eerste plaats? U nooit overwogen? Weet ik niet. Weet je niet? Nee. We zijn beide gecremeerd, dus ik heb het hele beeld ook nooit gehad. Dat klinkt een beetje dus ik heb dat gedachte niet met dat nee, plaats. Voor nee, mij nee. Leven, wat ik er straks al zei. Voor mij leven eigenlijk mijn ouders, dat is een raar iets. Mijn ouders leven in mij door. Mm-hmm. Ja? En dus daarom zei ik er straks, ik kan doorpraten met mijn vader. Maar ik kan ook doorpraten met mijn moeder, terwijl ze voor mij zeer overleden zijn. Maar ze leven wel in mij door. En ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen zo is in je omgeving. Als jij ooit in je omgeving andere mensen geïnspireerd hebt, dat hoeven niet eens je kinderen te zijn, maar ooit andere mensen geïnspireerd hebt, leeft er iets van jou door. En dat is eigenlijk wel een prettig gevoel. Daar moet je flink inspireren in de maatschappij. Wat is het laatste waar jullie dat met uw moeder over gehad hebben, als dat niet te intiem is? Weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat is mijn moeder is over een hele lange periode is eigenlijk langzaam weggegleden, dat weet ik niet. Nee, maar die gesprekken, die hebt hij toch nog? Die had hij misschien gisteren, dat gesprek. Oh, zo deze ja. Naam. Oh jee, dat is mijn moeder bijpraten stellig over de kinderen en de kleinkinderen. En hoe dat nou gaat, daar moet ze hem regelmatig toch wel een beetje. Oh ja, want daarin was de ervaringsdeskundige. Ja, ook zeker. En we hadden net eens een tante van mij begraven. Dan ga je er weer eens een keer dieper gesprek aan, om het zo maar te zeggen. Hè. Dan praat je weer eens wat, nou niet serieus bij, maar dan. Ja, daar moet je wel bij zijn. Hoe wilt u herinnerd worden door uw kinderen? Dat heb ik niet, dat weet ik niet. Dat moeten zij beslissen. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, moeten zij beslissen. Dat zullen ze ook doen. Ja, iets met inspiratie. Iets van het uit jezelf halen. Een beetje wat het boekje van Cruijff ook probeert. Je haal uit jezelf wat eruit te halen is. Haal uit je omgeving wat eruit te halen is. In positieve zin. Probeer door te leven in zekere zin. Hebt hij zichzelf overtroffen? Hebt hij alles uit zichzelf gehaald? Nee, ik moet nog 20 jaar. Ik ben nog pas begonnen. Nee, dat gaat nog veel, moet nog veel meer komen. Er moet nog veel meer komen. Nee, ik heb ooit het standpunt ingenomen. Dat moet niet van uw vader, moet van inhoud. Nee, Waarom? Nou, gewoon omdat je dat voelt goed. Ik heb ooit gezegd, ik wil als ik 80 ben, dan wil ik achteruit gaan kijken. Ik ben gewoon niet goed in achteruit kijken. Ik heb geen zin in achteruit kijken. Ik heb nog zoveel naar voren te kijken. Als ik 80 ben, wil ik een keer achteruit kijken. En dan wil ik op dat moment kunnen zeggen, aardig gedaan, jochie. Wat ga je nou doen? Als hij 100 zegt, dan weet hij bijna zeker dat hij niet hoeft omkijken. Nee, mijn 80 is wel mooi. Dat ga ik wel halen. Ja. Vast een plan. Als we dat nou tot slot van ons gesprek doen. Wat had hij nooit willen missen? 3 dingen, maar heel snel, zonder nadenken. Thuis. Zowel vroeger als nu. 2, ik denk de wisselwerking met hele jonge mensen bij McKinsey. Dat was fantastisch met de jonge mensen aan de slag te kunnen zijn. En 3, de mogelijkheid om al dit soort ideeën een stukje over te dragen aan andere mensen. Een stukje van die lol, die vonk over te dragen aan andere mensen. Is hij thuis? En aan welke thuis dacht hij? Beide. Zowel thuis als... Gelukkig maar. Ja, heb ik je gered, want anders... Ja, zitten beide. Hadden ze dat misschien thuis verweten. Wilt u eventjes aanprijzen uw boek? Want wij zijn nog niet oude lucht. Ja. En wij hebben niet genoeg gezegd over... Ja. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Ja. Ik vraag aan de auteur om de boek aan te prijzen, luisteraars. En dat doe ik omdat dat boek komt niet ten bate van hem. Misschien wat roem, daarvan zal hij oogsten, Pieter Winsemius. Maar dat gaat ten bate van Cruijff Foundation. Dus wilt u iets over dat boek zeggen tot slot? En ook zeggen waarom mensen
dat boek moeten kopen? Nou, het is een boek over leiderschap. En Cruijff wordt daar als voorbeeld gesteld van, kijk eens, denk over hoe je het beste uit jezelf en je omgeving kan halen. Cruijff is daar een hele groot in geweest en hij is volstrekt duidelijk. En probeer dat op te pakken. En te vertalen zodat je er zelf ook mee kan, wat mee kan in je eigen omgeving. Daarbij natuurlijk voor degenen die daar gevoelig voor zijn, zitten er. Ja, het geeft je eindelijk de mogelijkheid om ontzettend leuke voetbalverhaaltjes te vertellen. De verhaaltjes van Henny Cruijff, de broer die een gele kaart krijgt bij de scheidsrechter geroepen wordt. En de scheidsrechter zegt tegen hem, naam, hij zegt Cruijff, wordt achter elkaar uitgestuurd omdat de scheidsrechter iets niet bedonderen. Nou, dat zijn de betere soort verhalen. Het allermooiste citaat, je moet dit boek echt helemaal uitlezen, is dat het allerlaatste bladzij. Cruijff tegen een totaal verbouwereerde journalist die het niet meer kon volgen, zegt hij tegen hem, als ik zou willen dat je het begreep, zou ik het wat beter hebben uitgelegd. Ja, en dat soort dingen, dat heb ik altijd daverende pret mee gehad. Dus het was een boek wat serieus is, maar serieus met een knipoog. En dat probeert het over te brengen op mensen. Een klein stukje van die vonk. Pieter Winksemmers, bedankt dat je hier geweest bent. Je hebt nog meer muziek meegenomen. Wij doen de plaatje op en wij gaan nagenieten van deze ontmoeting. Luisteraars, wat ons betreft, tot volgende week, tot Chimex Nacht. Blijf luisteren, blijf je verbazen samen met ons. The day I was born, said my father, said he, I've an elegant legacy waiting for ye. 'Tis a rhyme for your lips and a song for your heart to sing it whenever falls apart. Look, look, look to the rainbow. Follow it over the hills and the stream. Look, look, look to the rainbow. With the sea, and I searched all the earth, and I scanned all the skies, but I found it all at last in my own true love's eyes. Look, look, look to the rainbow. Stream.